In een onthullende wending van de recente geruchten over vreemdgaan komt naar voren dat John Eubank en Kelly Weekes in 2012, toen ze net begonnen waren met daten, al in een heftige ruzie verwikkeld waren over andere vrouwen. Deze nieuwe informatie werpt vragen op over het gedrag van John Eubank vanaf het begin van hun relatie. Deze onthulling komt nadat Yvonne Coldeweijer de verhalen over John Eubanks vermeende vreemdgaan naar buiten bracht. Hoewel Kelly Weekes aanvankelijk op Instagram beweerde de geruchten niet te geloven, beweert een bron nu dat er al in de beginfase van hun relatie problemen waren. Volgens de bron vond de ruzie plaats bij een concert van Glennis Grace, waar John en Kelly aanwezig waren. Nadat het concert was afgelopen, liepen ze de verkeerde uitgang uit en begonnen ze luidkeels te discussiëren. Kelly was duidelijk boos op John en wees beschuldigend naar hem. De bron onthult verder dat Kelly en John in die tijd al problemen hadden met betrekking tot andere vrouwen, hoewel de exacte details van de ruzie niet werden gespecificeerd. Opvallend is dat John tijdens deze ruzie met een big smile met de bron op de foto ging, ondanks de spanning tussen hem en Kelly. Dit doet vragen rijzen over de façade die ze wellicht hebben opgehouden in het openbaar. Deze nieuwe informatie werpt een schaduw over John Eubanks gedrag en roept vragen op over de waarheid achter de recente geruchten. Kelly Weekes blijft ontkennen dat John vreemd gaat, maar de bron suggereert dat er meer aan de hand kan zijn dan ze wil toegeven.